Welkom bij Appartement TV. We zijn in Antwerpen en we gaan praten met Joris Breugelmans van BTV over een boek. Het heet De Goede Huisvader. En het gaat eigenlijk over een handleiding om je woning technisch in goede staat te hebben. Joris Breugelmans, we hebben al vaker gepraat over het belang van preventief onderhoud. Conditiemeting, meerjaren onderhoudsplanning. Past dit boek een beetje in dat plaatje ook? De Goede Huisvader, de voorzienigheid? Absoluut, Werner. De bedoeling van de Goede Huisvader is echt wel om een naslagwerk te geven aan iedereen die een appartement of woning bezit, mm-hmm. om te kijken wat zijn verplichtingen. U kent ons, daarin zijn we met BTV mm-hmm. gekend van de keuringen, elektriciteit, EPC, gas, water, hè, zijn we bekend, maar daar ook wat technische achtergrond bij te geven. Mm-hmm. Niet alleen over de attesten, maar ook waarom zijn die dingen verplicht. En ook de gewone klassieke huisvader, in de zin van de goede man die ervoor zorgt dat de technieken in orde blijven, zowel de syndicus op het globale vlak van appartementsgebouwen natuurlijk, als de individuele eigenaar van het appartement of de woning op zich. Ja. Nu, dit boek is geschreven met Kathleen Verlee van de Hogeschool Gent. Ik weet dat jij ook vaak in hogescholen en opleidingscentra te vinden bent. Het is niet alleen wat moet wettelijk gekeurd worden, maar er is nog heel veel werk aan het, ja, het is bijna prediken in de woestijn, aan die mentaliteitswijziging, hè, van doe dit nu eens preventief met een bepaalde beleidsvisie, dat kunnen we toch moeilijk inkrijgen. Wel ja, soms wacht men tot het probleem zich stelt om het op te lossen. En eigenlijk in goed technisch beheer van de syndicus of van de mede-eigendom is toch wel een andere aanpak noodzakelijk. Ja. En laat ons een goed plan maken, een meerjaren onderhoudsplan, waar we duidelijk weten wat er technisch moet gebeuren en wat ook de kosten gaan zijn. Zodanig dat elke eigenaar weet op voorhand wat wat er te verwachten staat. En dan kan de syndicus er ook op anticiperen natuurlijk. Een van de redenen waarom men vaak onderhoud uitstelt, is omdat men eigenlijk ook niet gelooft dat er een probleem is. Kan dit boek of kan zo'n publicatie daartoe bijdragen? Of misschien webinars in de toekomst om te zeggen, mensen, let erop, want bepaalde dingen hebben een levensduur. Hè? Ja, bepaalde wetgeving verandert. Hè? Ja, de wetgeving verandert bijna jaarlijks. Daarom houden we dat zo goed in de gaten natuurlijk. Maar de techniek en de wetenschappelijke onderbouwing is hier zeker en vast zijn de argumenten om dingen in gang te zetten, om het onderhoud gewoon te laten lopen zoals het hoort. De technieken en de gebouwen die verdienen dat ook. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de bedoeling van met dit boek al die zaken samen te brengen om iedereen daarin te sensibiliseren. Joris, maar als twee ingenieurs een boek schrijven, is dat nog leesbaar voor de gewone mens? Wel, we hebben natuurlijk de achtergrond van zeer technisch te zijn. Mm-hmm. Maar we hebben er beide bijzonder hard aan gewerkt om het leesbaar te maken voor iedereen, ook voor mensen zonder technische achtergrond. Mm. Dus tot hiertoe horen we dat we daar toch redelijk in geslaagd zijn. Ja, en, maar dat zal natuurlijk, het is een boek, het is een drukwerk. Het is goed dat mensen het hebben kunnen vasthouden. Maar het nadeel is natuurlijk, wetgeving verandert, zoals je zei, technieken veranderen. Online updates. Mogelijk. Wel, mogelijk. Toelichtingen, mogelijk. Webinars, we gaan er volgen. Neem nu bijvoorbeeld over de laadpalen. Zullen er binnenkort heel wat webinars gebeuren door ons. Ikzelf zal een aantal webinars geven rond de brandveiligheid van die laadpaal. De elektriciteit daar rond in en vooral rond mede-eigendom, want dat wordt zeer actueel. Mm-hmm. Daar gaan we een heel goed webinar rondgeven om de mensen dat duidelijk te maken. En misschien kunnen we op die manier ook vermijden dat iedere eigenaar naar het internet vliegt en daar gaat surfen en daar misschien informatie op doet die niet helemaal betrouwbaar is. Wel ja, het is soms zoeken of de bomen door het bos nog vinden, dat is soms wel moeilijk. Maar wij hebben een goede samenvatting gemaakt. Ja. En we hebben geoordeeld die onderwerpen te belichten die we denken dat van belang zijn. Dus ik kan het van harte aanbevelen. Oké. De Bijbel van het onderhoud, preventief onderhoud, technische staat van appartementsgebouwen ook in orde houden als een goede huisvader, huismoeder of wat dan ook. Iedereen die zijn verantwoordelijkheid wil nemen. Joris, we gaan dat zeker en vast blijven volgen op onze website www.appartement.tv. Tot dan. Dank u, Werner.